Je bent al een beetje aan het knutselen. Waarvoor ben je een beetje aan het knutselen? Voor spreden. Ja, in ieder geval. Maar hoe verzin je het? 32 inktgeluid hebben jullie in de klas? Nee, 29. 29? 29 kinderen en Jasmee die trekt het loodje van. Oké, dus dat gedeelte, dat gaat goed. Nu nog recht maken. Hoi, dus kijk naar een nieuwe vlog. Wij zijn de Vogies. En Jasmee heeft hele bijzondere wingers. Want je bent al een beetje aan het knutselen. Waarvoor ben je een beetje aan het knutselen? Voor surprise. Ja, in ieder geval. Ze is gewoon lekker aan het knutselen. Maar we gaan een surprise maken. Want Jasmee heeft loodjes getrokken op school. En wie heb jij nou weer? Mag ik het stellen? Ja. Komt die later? Ja, deze komt later. Levi! Hey! Ze doet of de vlog natuurlijk later komt. Ja, tuurlijk komt hij later. Anders is het natuurlijk de verrassing weg. Maar hoe verzin je het? 32 kindjes geloof ik hebben jullie in de klas? Nee, 29. 29 kinderen en Jasmee die trekt het loodje van Levi. Ja, te grappig. En ik stond in de klas zo. Haar beste vriendjes, dat is superleuk. We zijn natuurlijk al vriendjes sinds de kleuterklas. Dus hij heeft echt te leuk. Zo'n verdiepertjeblok, Nintendo Switch. En voetbal. En voetbal. Dus we hebben zo'n voetbaltafeltje. Nou, zullen we het laten zien? Ja, heb je mee? Nee, dat is waar. We gaan het natuurlijk laten zien wat we hebben gekocht. Jasmee en ik zaten te denken van ja, weet je, je mag een klein cadeautje kopen. Een cadeautje mag 5 euro kosten. En hij had opgeschreven stiften. Nou, wat ja. Moet je ermee? Levi, je hebt echt heel veel stiften thuis en kleurtjes en dat soort dingen. Dus wij dachten, ja, oké, hartstikke leuk, maar we gaan iets anders verzinnen. Dus inderdaad, nou ja, vertel het dan maar, dan hebben we het al gelijk verklapt. Of niet? Of laten we het zien? Wat? Wat we hebben gekocht. Nee, wacht er nog even mee, want we moeten natuurlijk nog knutselen en doen. Dus, we moeten knutselen, iets met gamen, dus, iets met voetbal, of... Diebertje Blok Sinterklaasjournaal. Maar je moest je hobby's invullen, ja, hè? Maar Diebertje Blok Sinterklaasjournaal kijken is wel een van de hobby's van Levi, blijkbaar. Dus we hebben iets superleuks verzonnen. Maar daarvoor, om dat te maken, moeten we even wat spulletjes halen. Dus we hebben nodig... Spuitbus. Spuitbussen in de kleuren. Die, in welke kleur? Nee, je mag ook andere kleuren van Nintendo. Ja, maar dan weet hij wel een beetje wat het is, toch? Ja. Dus rood, blauw, zwart. Zwart. Nou, zwart hadden we al. We hebben al een lijmpistool, dus die hebben we ook. En wat hebben we nog meer nodig? Ik denk dat we dan al aardig er zijn. Want we hebben een superleuk idee waar we gaan knutselen. Dat laat ik nog even in het midden. Want, dat is natuurlijk de verrassing. Dus we gaan nu even spulletjes halen, zoals we net zeiden, de spuitbussen. En dan nemen jullie mee met knutselen. Een snavel. Ja, dat kan ook. We hebben er zin in. Yay! Oké, pak maar een karretje. Of een mandje. Oh, jij gaat voor die. Ja, zoveel hebben we niet nodig. Oh, oh. Toch? Mogen we zo nog niet wel doen? Nee joh, daar hebben we geen plek voor, schat. Nou, let's go. Ja, want het makkelijke is dat alle dozen hebben we natuurlijk op de zaak. Ja, die is ook makkelijk. We hebben nu een rechte. Maar wat is dit? Hetzelfde, ook zo'n oplaadstation. Oh. Ja. Ze hebben helaas geen blauw. Nee. Dus we gaan voor rood en... En wit. Voor wit. Ja, ook goed. Zo, we zijn weer thuis. Dus mee is een cadeautje gemaakt voor mij. Die is helemaal in de knutselmodus. Dus laat maar zien. Ik heb een cadeautje. Ik ben heel erg benieuwd. Het is een... Pakketje. Een pakketje. Hier kan die open, zei ze. Ga jij hem vast? Even grabbelen. Nee, niet grabbelen, anders keukelt het. Oh, ik moet het zo eruit halen. Ja. Even kijken. Oh, ik denk dat ik weet wat het is. Een bestie. Een bestie hartje. Zie je, één hartje, stukje voor mij. Kijk, en eentje voor Jasmee. Wat staat erop? Deze is voor mij. Mom, best friend. En bij mij Ant en Jasmee. Superleuk, besties. Kijk, mooi zo. Ja, dan zijn we samen met een hartje. Nou, heel erg leuk. En dan kan je, dit zakje is niet kapot. Max. En dan kan je altijd... Jij bent ook onze bestie, Max. Kan hierin. Ja. En dan... Kan ik voor altijd bewaren. Superleuk. Dankjewel. Ja, Max. Ja, Max.
Wat zoek jij? Oh, Max, zijn bordje ligt hier. Max is ook onze bestie. Maar ook bestie met zijn bordje. Dag, Max. En jongens, zou ik jullie wat laten zien? Ja, ja, het is mee dat een leuk cadeautje gekregen van de oom. Ik weet niet wie je al had laten zien, maar die was kapot. Dus nu is ze een roze nieuwe. Helemaal leuk, dan kan je zo grijpen. Maar goed, de kleuren die we hebben gekocht is dus rood en wit. En dat zijn eigenlijk ook weer voetbalkleuren. Dus dit is, maar ja, we komen weer best weg. Want ze hadden geen blauw. Dus ja, wat we gaan maken, dat gaan we van de week eventjes doen. Want we hebben vandaag geen tijd meer, want het wordt alweer donker en ongezellig uit school. Dus wij hebben donderdag besloten, of wij hebben besloten dat we donderdag uit school gaan we naar de zaak. En dan gaan we een begin maken van onze surprise. Woei! Dus voor jullie is dat donderdag gaan doen. We hebben nog tijd zat. En we gaan het ook weer lekker op z'n vogies doen. Dus jullie kennen ons een beetje. Dat moet makkelijk. Dat is nummer 1. Dat moet snel. En het moet leuk zijn. Nou, die drie dingen, dat kunnen wij wel. Dus we nemen jullie mee. Kijk, als je dan zo'n rondje hier legt, dan krijg je misschien precies een goede hoek eruit. Oké, dus dat gedeelte, dat gaat goed. Nu nog recht maken. Nou, ik moet zeggen, niet slecht. Zo, daar is de baas. Hij is wel goed gelukt, hè? Hij is best wel groot. Ja, kijk, want dan is dit, zo de lijn, dat is ook al makkelijk. Voor de Nintendo Switch. Maar wat is dit? Ja, dat zat in het, dat zie je straks niet meer, hoop ik. Dus we moeten hem even aan elkaar lijmen. Ja, die plakken we er gewoon overheen, hartstikke plat. Deze? Ja, dat is denk ik wel een goed rondje. Ik heb een... Even je oude pakken aan. Vroeger. We moeten zo natuurlijk gaan spuiten. Nou, deze gebruiken we dus als mal voor de joystick. Ja. Kijk, hij past er gewoon 2 keer op. Deze nu nog uitsnijden. En ik ruik dat deze ook warm is. Kijk of hij het al doet. Oh, warm. Ja. Dan moeten we even deze vastlijmen. Nou, dat moet even drogen dan, hè? Woehoe. Maar op de zaak wordt eerst even tijd voor een... Pakkie. Chocomel. Voor een chocomelletje. Dat moet ook even gebeuren uit school. Nou, nu gaan we dus die rondjes uitknippen. Of uitsnijden. Snijden doe ik. Jij doet het spuitwerk. Dit is dus de joystick. Ja. En dan hebben we dus nog 8 van die rondjes nodig. Zou ik je wat zeggen? Ja. Deze joystick is net zo groot als mijn hoofd. Ja. Hé, hey, 8. 8? Wat? Van die andere rondjes. Moeten we nog even op zoek naar iets? Maar dan moeten we kleine dan... rondjes. Ja. Moeten we weer op zoek naar iets rond. Hé, oh. Hey, misschien een bekertje. Oh ja, een glas of zo. Nee, zo'n karton. Oh ja, ja, zo'n rond bekertje. Ja, nou, ga die even pakken. Kijk, dat is nummer 1. Helemaal goed. Dan kan hier de tweede ernaast. Zo. Ietsje daarin. Kijk, hier is die lelijk. Nee, kijk, een beetje niet binnen. Ja. Geef niet uit, niet helemaal netjes te zijn. We gaan het toch uitknippen. Uitsnijden. Is lastig, hè? Nou, dat al 6 keer. Ben je er al klaar mee? Nee. Oké. Okay. Want we hebben een plaatje gekeken. En we hebben dus... 8 nodig. Sorry, 8. Ja, 8 van deze nodig. 1 kleinere. Ja. Dus die gaat mee ook gelijk maken. Maar ook een vierkantje. En ook een vierkant. Ja, puntje, maar dat kan ik wel. Oké. Okay. En dan moeten we even iets zoeken wat vierkant is. Tada! Hoppa! En nu spuiten. Oké, okay, we gaan spuiten. Nu nog niet, maar ik heb hem wel even getest op de doos. Ja. En het ruikt lekker. Maar heel lekker. We hebben de deur een klein beetje opengezet. Ja, anders gaat het een beetje zerig. Kijk. Nou, mam, dit is denk ik de rand. Ja, maar jij doet deze. Ja. Kijk, luister. Als die omvalt, ja. Dan moet je even kijken, moet je even zeg maar dan iets in doen. Ik weet ook niet wat. Wat is handig? Even iets zoeken. Papier! Nee. Wol. Oh, hier. Wol. Kijk. Ik krijg dikke wol. Dan haal je hem zo vast.
Oh. Ja, en dan kan je spuiten. De handdoek maakt niet uit. Maar deze? Ja, niet te dichtbij. En dan moet je ook lekker. Kijk. Mag niet te dichtbij. Nee, maar ik zou aan de kant. Ja, wacht even. Dus deze moet je wel even inzetten als je bezig bent. Iets dichterbij, probeer maar. Ja. Yay! Goed zo. Eerst altijd een klein beetje. En dat. Goed hoor, hé. Ja, dat heb ik nog van de workshop. Rechts of links, rood? Die rood, maar dat wil ik heel graag doen. Oké, okay. Mag ik even alleen de rechte lijn doen? Ja. Oké. Okay. Ga jij dat zwart spuiten? Nou, de zwart was op en toen dacht ik ineens, ik heb ook nog zwarte nagelverf waar ik mee nail art. Nou, heel mijn handen zitten onder, normaal heb ik handschoenen aan. Maar ja, het werkt dus wel. Kijk hoe mooi die zwarte doos is en dit. Dus joh, ik ben helemaal blij, want we kunnen hem toch gewoon nog afmaken. Dan kunnen we van de week weer verder. Ja. Helemaal gelukt. Hoi. Nou, ik moet zeggen, hij is aardig gelukt. Kijk eens even. Kijk, die zijflappen die zitten natuurlijk toch van binnen, dus dat maakt niet uit. En hier het eerste resultaat. Nou, je ziet dat hier bij het wit moet nog even één keer zwart overheen. Wit moet nog een keertje gedaan worden. Nou, ik vind dat het al wel ergens op begint te lijken. Ja, want wat is het cadeau? Voetbal! Tada! Een tafelvoetbal. Nou, dat is wel super cool. Dus dat moet in die grote zwarte doos. Vandaag gaan we weer verder en nu gaan we al die dingetjes erop plakken. Dus ik ben benieuwd. Papa gaat ons helpen. Hij heeft iets gekocht, een soort lijmspray. Geen idee of het werkt. Nee. En dubbelzijdig tape. Nou, hij is wel leuk gelukt, hè? Ja. Onze switch. Ja, hij is wel gaaf. Nou, zal maar kijken of het werkt. Zal ik ergens op testen? Ja, doe maar. Niet op de spring staan. Nee, het is misschien handig en, inderdaad. Er zitten wel vlekken, kijk. Hier ja. En hier, maar het is een ja, daarom joh. En er komt ook nog iets anders overheen. Ik ga even knippen. Kijk, mag ik laten zien wat het komt? Dat weet ik zelf eigenlijk ook niet, maar ik denk zo. Oh, je hebt het zelf uitgekozen. Oh, zo ja, we moeten hem even uitknippen. Zo. Sinterklaas game. Die daar. En dan Liebertje Blok. Oh, daar ging je switch. Zo. Ja. Ik denk wel dat het werkt. Oké, nou probeer het maar. En dan moet je kijken dat hij wel het midden erop gaat, hè? Lijkt net een... Dit is een grote vinger. Dit lijkt een DJ-set. Ja, eigenlijk wel. Dan moet je even hier op, maar dan doe ik het niet zo.
Deze goed erop. Ja. En die moet dan witte moet in midden. Oké, okay, we gaan even kijken. We gaan allemaal chips erin doen. En kijken dat de hele klas onder wordt. We kijken of alles blijft zitten. Maar het begint er al wel op te lijken. Ik vind het echt heel spannend. Ik ook. Oh my god. Hij moet zelfs nog dikker. Breder. Wacht, breder. Even inkopen eerst. Moet hij nog breder? Ja. Hij moet natuurlijk niet te los zitten. Nee. Ik zou zeggen, ook niks meer aan doen. Ja, de onderkant moet toch nog... Oh ja, getaped. Ja, dat is waar. Oh, wow. Wow. Echt super cool, man. Ja, ik vind hem echt goed gelukt. Ja. Alleen, ja? Zal ik je één ding wat zeggen? Nou? Ik vind dit echt super raar. Hoezo? Dat zo groot is? Ja, ja maar dat hoort ja, er wel bij. Ja, dat is ook in het echte. Ik vind hem echt heel vet. Nou, gaan we de rest erop plakken. Cool man. Ja, is echt leuk. Nu gaan we het vullen. Ja, de achterkant hè? Nou, even cadeautjes erin leggen. Nou, nee, maar wat we doen. Kijk, we draaien hem om en dan kunnen we hem gewoon vol storten. Moet je deze er even uithalen? Ja, die moeten we er dan even uithalen. Ja, kijk. Hoppa. Zo. Woe! Hey, die klap werd al weer gestruid. Dit is toch echt het leukste cadeau die ik kan hebben. We zijn weer thuis. Ja, we hebben al één gedichtjes geschreven voor Levi. Ja, maar nu moeten we natuurlijk gaan rijmen. Ja. Dus ik ga even een klein beetje op internet kijken of iemand ons kan helpen. Of liever dat we een beetje hulp krijgen. Want hier, kijk, hier kunnen we dus op rijmen. Ja, dus als we iets hebben dan... Sinterklaasjournaal. Kijk wat hij dan aangeeft. Staat niet in het rijmwoordenboek. Oh my god! Maar ik vind wel dat het goed gelukt is. Wat? Onze surprise. Ja, ik vind ook. De allereerste keer voor ons dat we een surprise hebben gemaakt natuurlijk, hè? Ja! Ja. Want rijmen vinden we nogal een dingetje. Maar dit gedichtje willen we laten staan. Tenminste, ik. Een beetje verhaald. Dus nu het voor jullie voor je. Ja, we moeten nog een beetje aanpassen. De hulp kent jou al heel lang. Samen zongen jullie dan ook de eerste Sinterklaasliedjes. Maar het Sinterklaasjournaal wilde jij als cadeau. En oké. En ook voetbal en. Gamen. De hulp kon geen keuze maken. Want voor jou is niks te veel. We hopen dat je deze mix leuk vindt. Ja, ik vind hem ook heel erg leuk. Alleen hij rijmt natuurlijk niet. Maar je hoeft misschien niet... kunnen we ook gewoon zeggen dat de rijmpiet even er niet was. Dan maken we dan zeggen we de rijmpiet was even afwezig. Dus de verhaalpiet heeft niet gemaakt. We moeten gunnen bij deze. Zo. De rijmpiet
Maar we gaan er nog even wat van maken. Dus we gaan er even over nadenken. Dit is het verhaaltje. Ja, maar we doen wel de rijmpiet, was er niet bij. Oké, okay. Want we moeten 10 regels hebben. En dit zijn er 1, 2, 3, 4. Welke ei? Oh. Lange ei. Rijmpiet. Rijnpiet zat op de wc, dus die deed niet mee. Nou, hé. Hey. Rijnpiet zat... op de wc. Op de wc. C. Dus dat rijmpje viel niet mee. Dus dat rijmpje viel niet... Dus... Dat rijmpje viel niet mee. Zo. Nou, hey, oké. We hebben weer goed voor elkaar dit. Maar we moeten nog even iets verder schrijven, want we moeten 10 regels hebben. Dus we gaan even ons best doen. We hebben er al 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, dus nog 4. Gedicht of rijm, wat zal het zijn? Nou, verder komen we eigenlijk niet. We hebben even pauze. Dit is nog best wel lastig. Dat is iets waar we niet zo goed in zijn. Oké, okay, tot nu toe is dit ons rijmgedicht. Ja, ik ga het lezen. Oh, oké. Okay. Deze Piet... Wacht, nee. Nee. Beste Levi, een echt of rijm, wat zal dit zijn? Deze Piet kent jou al heel lang. Samen zongen we ook eens de eerste Sinterklaasliedjes en speelden we Pietjes. De rijmpiet zit op de wc, dus... De rijmpje valt niet mee. Dus dit rijmpje valt niet mee. Iemand die zo druk en lief is als jij, maakt deze Piet erg blij. Je bent zo druk met voetbal, het is een lust en je leven. Daarom wil ik je graag een bijzonder cadeau geven. Dit is een cadeau dat precies bij... Je past en hoop dat je blij bent verrast. Het Sinterklaasjournaal voetbal en games was jouw lijstje. Niks is voor jou te veel, dus geven we maar een draai aan dit geheel. Met deze mix is jouw supersprise klaar. Dus we hopen dat je blij bent met mijn gebaar. Dikke kus van deze Piet... Check maar gauw in die doos ziet. Helemaal goed gedaan, maar die laatste zin, die klopt nog niet. Nee. Nee, dus we gaan nog even verder en misschien heeft Boyd daar nog een ingeving, maar ik vind hem tot nu toe... Ik vind hem heel goed. Ah, ik vind hem ook helemaal goed. En ik ben een beetje... Ja, we zijn er klaar mee. We kunnen beter... Gewoon dingen doen dan rijmen. Dat is niet, niet ons sterkste. Echt, rijmen, daar zijn we denk ik wel gewoon, als we tijd hebben, 1 week mee bezig. Wij zijn hier gewoon heel slecht in. Wij zijn hier pas over 1 week mee klaar. We hebben nog een week, dus ja. We gaan gewoon iedere dag kijken we er even naar en veranderen. Wat, hou jullie lekker op de hoogte. Zo, goedemorgen. Het is vandaag zover, hè? De surprise-dag. Woehoe. Hebben we er zin in? Ja. Ben je zenuwachtig? Ja. Nou, gezonde zenuwen. Ja. Ja, we zijn met de bus, want anders past het niet, hè? Nee. We moeten even kijken hoe we het nu binnen gaan krijgen. Inderdaad. We vervoeren hem in 2 delen. En dan zetten we hem in de klas, zetten we hem in elkaar. Ja, het is goed fris. Let's go. Hij staat. Hij is wel een beetje groot. Iets te groot. Nee, superleuk. Nou, we zijn de eerste. En er zijn al wat cadeautjes gebracht. Nou, die hebben we nog geen nummertje. Oeh, die hebben wel allemaal lichtjes erin. Kijk eens. Cool, man. Oh, cool zeg. 16 cadeautjes. Leuk. Zo, kijk eens, we zijn thuis. Hij is wel heel erg cool, hè? Ja. Echt heel leuk. En deze van Sinterklaas. Die had je ook in je schoen gekregen, hè? Superleuk. Ja. Lekkere chocolaatjes. Hé, maar vertel. Hoe ging het vandaag in de klas? De juffrouw ging nummertjes trekken, hoorde ik? Nee, je had op
de juffrouw's computer. Ja. Had je een scherm. En daar zaten allemaal cadeautjes. Alle verschillende kleuren. Oké. Okay. En dan moest de juf er een aantikken. Die had roze. Oh, dan komt er een beeldscherm. Oh, zie ik 12. Dan pakt zij nummer 12. Gaat ze even kijken op de kaart. Ja. Oh, Levi, bijvoorbeeld. Ja, leuk. En dan mocht nummer 12 naar voren. Ja. En jij hebt ook echt een hele mooie surprise, zeg. Nou, begin maar met je rijm. Ja, Max, jij bent ook mooi. Met de brief. Ja, met de brief. Ik ben wel benieuwd. Daar begin je mee, toch? Beste Jesper, Sint is ook dit jaar uit Spanje gekomen en heeft ook wat voor jou meegenomen. Toen ik voor jou cadeautje ging kopen, hoefde ik niet verder te lopen. Sint, jij in groep 5. Sint, smeer jij graag make-up op je gezicht. Ook mascara wat op je wimpers blijft plakken en vind je het leuk om je nagels te lakken. Sint zit in Spanje vaak in de schaduw onder de bomen en ziet jou dan veel op YouTube voorbij komen. Ook ben jij een sportieve meid die graag op haar fiets door de wijk rijdt met je vriendinnen, dans je erop los in Naaldwijk bij Dos. Maar hey Sint, gaat nu kappen. Tijd om je cadeautjes uit te pakken. Groetjes van Sint en Piet. Superleuk. Ja, en die Max die hangt hier, die moet weer even bij me hangen. Ah, superleuk zeg, wat een goed gedicht. Ja. Nou, vertel, en toen kreeg je dit? En toen kreeg ik dit, 16 cadeautjes. Nee joh, dit is een maskertje. Een lekker maskertje. Wat een chic idee. Een maskertje vind ik wel lief, ja. Want ik hou heel erg veel van maskertjes. Ja, vind je leuk. En een lekker luchtje zie ik hier. En het klopt dat ik van make-up hou. Ik hou heel erg van mensen make-uppen en mezelf make-uppen. Ja. Lekker een baskertje, kokosnoot. Ja. Watjes. Maar dat is gewoon voor de decoratie, ja, zie je? Ja, de decoratie met het lijm. Ik kan eraf halen. Ik zet even Max weer neer, als hij het wil. Maar zo. Zwaar klik aan, zie je? Mascara. Hele mooie. En is het voor de decoratie of is het een echte? Oh, dat is een neppe. In ieder geval een lege. Nou, weet ik eigenlijk niet. Nou, dat zien we zo wel even. En dan een lipgloss. Lipgloss. En allerlei soorten nagellakjes. Ook heel erg leuk. Ja, en kon je dat nou draaien, zei je dat? Kijk, heb ik zelf verzonnen. Oh ja, oh, dat lijkt eigenlijk maar zo. Eigenlijk stond het gewoon zo. Ja, omdat ze aan elkaar zitten, kunnen ze draaien. Wat leuk, joh. Er zit een lipstift. Nee. Nee, dat is gewoon nep. Dat is gewoon... Ja? Lekker luchtje, wat leuk. Ja, iedereen had zo zijn best gedaan. Het was echt heel erg leuk om te zien. Kijk, deze gaan morgen weer naar school. En dat zijn? Zo voelen de potloden als je tekent. Nee, ja. Dat kan niet, joh. Nee, dat lijkt me zo. Dit is een sticker. Maar het zijn wel hele mooie potloodjes. Ja, kijk. Ja. Mooi hoor. En deze doe ik dan morgen voor school. Ja. Daar heb ik ook nog stiften gekregen. Oh, die zijn hele mooie stiften. Cool. Jeetje, hier komt steeds meer uit. Putty. Glow in the dark. Zo. Stuiterputty weer. Oh ja, die stuiterputty. Bouncy. Een lekkere chocoladeletter. Altijd goed, hè? En dat was het. Zo, wat leuk zeg. Nou, ik vind het een heel erg leuk cadeau. Kijk nou. Ja. En wat heb je hier liggen? Wat is dat? Oh, dat is nog van de herfst thema. Ja, mocht ik deze weer naar huis. Oh. Echt heel leuk. Hey, en Levi, Mr. Levi. Ja. Was hij blij met zijn cadeau? Ja. Ja, hè? Echt heel erg leuk. Wat was heel blij. Een beetje de grootste wel van de klas. Grootste van de hele klas. Ja, dat maakt niet uit. Daar gaat het niet om. Nee. Maar we hadden wel zoiets van, hij was toch wel een beetje groot. Ik moest hem vasthouden en ik botste tegen echt alles aan. Hij moest zelfs uit de kring, zei Jasmee. Want anders konden ze elkaar niet meer zien. Nee. Oeps. Zeiden we, hey Morris, ben je er weer? Is dat helemaal aan de andere kant? Ja, ik zo. Huh? Nou, echt super geslaagd. Ja. Max zit hier weer te vervelen. Hier weer aandacht met de ontplofte kapsel. We laten ze haar groeien tegenwoordig. Ja, het is zo cute als zij zijn haar.
Weer teruggroeit. Ja, ik vond het leuk. Dit was onze allereerste surprise. Ja! Ook een beetje mijn eerste surprise. Maar het was ook een beetje een boekbespreking. Ook? Ja, het was heel eng, want je moest het verhaal wat je kreeg, moet je voorlezen aan de hele klas. Welk verhaal? Wat ik net heb voorgelezen. Oh, je gedicht. Ja. Ja, dat wel een beetje, ja. Dus nou ja, ik weet niet, ik heb volgens mij wel vroeger een surprise gemaakt, maar... Ja? Wat had jij, een clown? Want je zag er ook een beetje als een clown uit. Ah joh, dat was de kleding vroeger, joh. Mooi verhaal. Tjoe, jongen. Vond Brian nog wel wat mooier. Oh ja, joh. Nou, die had ook een geruite broek aan. Dus. Maar ja, ik zou niet meer weten wat ik heb geknutseld. Ik weet het niet, moet ik even een oma vragen. Als ik daar nog foto's van heb. Maar ik vond het tot nu toe dat wij het eigenlijk heel goed hebben gedaan. Ook iemand had een potlood gekregen. Omdat die heel goed had geschreven? Nee, omdat hij heel goed kan tekenen. Oh ja. Ja, want hadden ze eigenlijk allemaal een beetje gekregen. Ze hadden dus, nee, we hadden dus die Game Boy of die Nintendo Switch. Ja. Levi had een hele mooie paard gemaakt. Een heel mooi paard gemaakt. En wat hadden ze nog meer dan een potlood? Ja. Wat was echt nog meer de mooiste? Dat je denkt van, oh, die was ook echt heel mooi. Deze. Oh ja, die was ook, ja, tuurlijk. Je make-up tafel, ja. En nog één, even denken ook weer welke dat was. Er waren natuurlijk zoveel. Dat potlood, die was echt heel mooi. Ja, was mooi gedaan. Dus die was wel eentje die je... Dat was echt lila paars. Oh, dat was gewoon deze kleur. Dat vond ik van Emma mooi. Was dat? Ja, van Emma. Ja, gezien. En wat ook nog meer? Heb je nog eentje dat je denkt, wauw. Ja, de ski, de piste. Oh, die heb ik gezien. Voor Evelina. Oh, die heb ik gezien. Er liep ook een jongetje mee. Of had hij gewoon dezelfde? Nee, die had gewoon de... Die was anders. Oh. Die of Evelien had geen skilift. Oh, nou inderdaad heel erg leuk. Die zag ik ook voorbij komen. Ja, het was echt heel erg leuk om bij school te staan. Het was echt heel erg leuk. Oh, hij ligt lekker. Liefje nog, hallo. Oh. Maar het was heel erg leuk om te zien dat alle kindjes zo met zo'n glimlach naar buiten kwamen. Ze hadden eigenlijk allemaal een mooie surprise gemaakt. En de een nog gekker als de ander. Er kwam ook een jongetje naar buiten. Die had een... Lego pop, zo groot als het jongetje zelf. Dus dat jongetje was net zo groot als jou. En zo'n grote Lego pop had hij. Ja, echt super cool gemaakt. En zo waren er nog veel meer. Dus we waren echt niet de enige met zo'n grote. Maar dat Lego poppetje, die was in groep 8. Oh. En ik ben bijna net zo groot als de kinderen van groep 8. Klopt. Dus maar die vond ik ook echt heel mooi gedaan. En ik zag dat uit een andere klas een hele mooie flamingo. Groep 8 had ook een nieuw poppetje van Roblox. Ja? Was die ook cool? Ja, zie je. Ja, ik vind het wel leuk. Iedereen heeft echt zijn best gedaan. Ja. Nou, wij hopen dat jullie natuurlijk ook weer een leuke surprise hebben gekregen of gemaakt hebben. Laat even achter in de reactie wat je zelf hebt gekregen. Of wat je zelf gemaakt hebt. Ja, knorrelpot. En we hopen natuurlijk weer dat jullie het super leuk vonden. Dus geef een... Dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. Jullie andere keer weer een nieuwe vlog. Doei! Doei. Ja, joh, hij wil niet joh. Hij wil slapen. Nee, kijk, hij wil... Oh, hij wil vechten, slapen. Nou, we gaan hem lekker uitlaten. Ja. Doei!